Padre, no va a comer, morirte, comer. ¡Oh! ¡Para! ¡Oh! ¡Eh! 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 En dat vind ik hartstikke lekker. Maar ik kan je wel vertellen, tegenwoordig met al die controles, dan ben ik soms meer Bob Nixon. Want je loopt een enorm risico. Dus vandaar. Nou, en toen dacht ik. Ja, dus gekeken met paard en wagen van Otterlo naar hier, dat is ongeveer 25 kilometer. Ik dacht, weet je wat, als de benenwagen in, binnendoor over de Mossel, en dan de man buiten de kwartade noord, dan kan ik het wel lopen. Nou, en ik kon het lopen. Ik zie allemaal van die vragen nog. Jullie willen natuurlijk weten waarom ik hier ben. Ja. Nou, dat kan ik je gauw vertellen. Ik ben namelijk gebeld. Ik ben gebeld door een bestuurslid in de vermoorde. En weet je waarom? Hij had wat van me nodig. Ja, dat is nou verteld, maar wat had hij dan van me nodig? Dan wordt er niet langer verhaald. Hebben jullie even? Ja. Want het is namelijk zo nu. Wij hadden een boerderie in Otterlo. En dat was een mooie boerderie, een mooie veestafel en zo. Maar ja, met al die melkquota. En die ook, ik heb al een elke melkquota en die klofdieper en die opkoopvaartjes. Er helemaal niks meer gedaan. Ik zeg tegen die vrouw, ik ga hier treden. Ik ben in de Hooiberg tegengekomen. Ik denk, ik moest even nadenken. En ik heb nagedacht, en ja, ik had een reden. Ik heb eens een idee. Ik dacht, wat ga ik doen? Ik ga in de lies. Ik ga mijn feestland verliezen. En ik moet zeggen, dat was een goed idee. Want zo verlies ik de Friese veeboek, wat dat ding, die stamboek vee. Dat verlies ik als knuffelkoeien aan zorgdrieën. En dan heb ik nog kiepen zonder kop en die verlies ik aan de politiek. Dus, wat dat er gaat, ik moet zeggen, het was de kiep met de gouden eieren. En dan heb ik ook nog een stier, ik weet wel. En die kan ik af en toe verliezen als klokkenluider bij je correcte organisatie. Het is een goede handel. Dat je zegt, mijn vrouw en ik kunnen er goed van leven. Maar, wat is hoor? Nou, wat was nou de vraag? Van Manen die vroeg mij, die zegt van, ja, ik zit bij Excelsior, het bestuurslid. En ik wil graag, de vereniging wordt wat volwassener, dus ik wil graag eigenlijk een mascotte hebben. Ik zeg maar, wat moet ik dan nog doen? Hij zegt, nou, hij moet natuurlijk een muzikaal dierwezen. Hij moet een beetje van show houden. En hij moet ook direct zijn op dansbewegingen. Hij moet schierig lopen en hij moet ook in de maat kunnen lopen. Nou, dus ik denk, kijk de stal rond.
En ik denk, kijk daar, een fantastisch schaap. Ik had zo'n Stevie Zwolle wel eens een keer gezien. Ja, een mooi beest. Ik heb een fantastisch schaap. Dus ik zeg tegen Vermalen, Vermalen, is dat schaap niks voor jou? Dan zegt hij, denk daar wel twee van en die zijn goed gedresseerd. Maar ik heb nog even verder gezocht. En ja hoor, daar heb ik een prachtige toe. Maar ik heb toen gebeld met de muziekorganisatie en die zei dat hij moest eerst een licentie hebben en hij moest ingeschreven staan bij de KNMO en hij moest ook een inschrijving invullen. Nou, dat duurt natuurlijk wel even voordat hij dat kan. Voordat het zover was dat ik hem hier kon presenteren, is het. Het is een. Ja, dat doe je iedere keer al. Nee, een mooi liedje hadden we ingestudeerd, weet je nog? Yeah.
Hey, in the corner. Oh, yeah, you Thank you.
Bye.
zijn die ik voel voor jou, mijn vriend. See you.